Hallo allemaal, mijn naam is Yvonne van Gennep, oprichter van Happy Kids. En deze week ga ik geen blogartikel schrijven, maar een vlog plaatsen. En dat is het nieuwe woord voor een filmpje in de vorm van een blog. Ik wil het in deze video hebben over complimenten. Ik ben lid van een besloten Facebookgroep, zakelijk. En ik werd daar uitgenodigd door de eigenaar van ADHD Blog om een blogartikel te schrijven voor zijn website. En ik was natuurlijk heel blij en ja, trots dat ik deze uitnodiging kreeg. Dus ik ging ook meteen aan de slag en ik had al vrijwel meteen een idee over het onderwerp waar ik over zou schrijven. Ik heb ervaring met kinderen met ADHD, ik heb gewerkt in de kinderpsychiatrie. En nou, ik had op een gegeven moment mijn artikel klaar en ik heb hem dat opgestuurd om er eens naar te kijken wat hij ervan vond. En ik kreeg vrijwel direct de reactie, prachtig artikel. En ik had zoiets van, gelukkig. En daarna dacht ik, hey, wat maakt nou dat ik dat ervaar? En dat ik eigenlijk de bevestiging nodig heb van de ander dat het oké is. En ik ben natuurlijk zelf ook met complimenten opgegroeid. En complimenten zijn een groot goed in onze opvoeding. Het wordt heel veel ingezet om dat we toch denken dat kinderen dat nodig hebben en daar zelfvertrouwen uit te halen. En in mijn e-book is er ook een misvatting die ik heb aangegeven dat complimenten, dat je die het beste zoveel mogelijk kunt geven. En dat dat inderdaad zorgt voor dat zelfvertrouwen. Want ik denk juist dat kinderen die heel veel complimenten krijgen, daar juist ook heel erg onzeker van kunnen worden, omdat ze steeds meer die complimenten nodig hebben als een soort bevestiging voor het feit dat wat zij doen, dat dat oké is. Of wat ze gemaakt hebben, of wat dan ook. En ik vind het zo jammer, want je raakt daardoor ook zo verwijderd van jezelf. En je zoekt steeds de externe bevestiging dat wat je doet, dat wat je maakt, dat wat je bezighoudt, dat dat oké is. En mijn voorkeur heeft het om veel meer naar de neutrale beschrijving te gaan. En een kind zelf te laten voelen of iets voor hem of haar oké is of niet. En ook met het artikel. Ik dacht voor mezelf wel, het is ook, ja, het was gewoon oké. Daarom stuur ik het op, anders ga ik door, dan verander ik het. En toch wil ik dan die bevestiging hebben, of wil ik hebben, maar in ieder geval als ik hem krijg, voel ik een soort van opluchting. En toen ik dat dus voelde, dacht ik bij mezelf van, dit is dus precies wat ik bedoel. Als het gaat om complimenten en de nadelen daarvan. En dit is natuurlijk dan ook een vaak bij iets nieuws wat je onderneemt, altijd logisch dat dat ook wat onzekerheid met zich meebrengt. Maar ik denk dat over het algemeen kinderen die veel complimenten krijgen, uiteindelijk daar ook afhankelijk van kunnen worden en steeds meer die goedkeuring nodig hebben. En een compliment is natuurlijk gewoon een oordeel. Het is een oordeel van hoe de ander over iets denkt. Het is een mening van de ander. Dat is er maar één. En dat is niet per definitie de waarheid. Er zijn zoveel waarheden. En ja, je hangt het daar dan zo aan op. En dat is zo jammer. Want nogmaals, je raakt daardoor heel erg verwijderd van jezelf. En je kind raakt daardoor ook verwijderd van zichzelf. Als het die complimenten steeds meer krijgt en nodig heeft. En we doen dat natuurlijk allemaal massaal. En het gebeurt mij ook. Dat het af en toe nog automatisch eruit schiet. En ik corrigeer mezelf dan. Of ik ga naar neutrale beschrijvingen terug. Omdat ik gewoon beschrijf wat ik zie dat er gebeurt, bijvoorbeeld. Zonder dat ik daar een oordeel over geef.
En ja, we doen dat natuurlijk massaal. Het gebeurt massaal, maar het gebeurt ook op ons werk en op school. En ja, ik vind het jammer, want het haalt je ook heel erg weg bij je kracht, bij je innerlijke kracht en bij je innerlijke zelfvertrouwen dat iets oké is. Ik denk dat kinderen dat van nature wel hebben, maar ja, dat de oordelen die we aan geven en overgeven, juist ook heel erg een averechts effect hebben. Dus nou, ik hoop dat je hier iets mee kunt met deze tip, met deze video, om iets behoudender te zijn met complimenten en wat meer mogelijk te gaan naar beschrijvende terugkoppelingen, zonder daar een goed of fout aan vast te hangen. En nou ja, hieronder deze video vind je de link nog naar het artikel dat ik heb geschreven op de ADHD-blog. Als je het interessant vindt, het gaat over controle. Best wel een groot onderwerp waar ik een artikel over heb geschreven, waar ook best wel wat vragen op kwamen. En ik in de antwoorden natuurlijk ja, vrij beperkt kan blijven, maar waarin ik zeker nog terug ga komen in blogartikelen, in video's, noem maar op. Dus ik zou zeggen, stel je vragen, altijd welkom. Als je er iets meer over wil weten, laat het me weten. Dan kan ik daar ook ja, zelf weer mee aan de slag, tips over geven, video's over maken. Dus laat het me weten. En ja, verder hoop ik dat jullie ja, iets kunnen met deze tip om wat minder complimenten te gaan geven aan jullie kind. Fijne dag verder.